Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. En het leek me eigenlijk wel leuk om met jullie te hebben over dingen die je kunt doen met Pasen. De meeste van jullie gaan waarschijnlijk naar familie toe, maar meestal hebben we 2 dagen vrij met Pasen. En het is toch wel leuk om allebei de dagen te vullen. En misschien dat je het al helemaal vol hebt, maar misschien dat je nog gewoon helemaal niks gepland hebt. Het leek me daarom wel leuk om het gewoon met jullie te hebben over dingen die je kunt doen met Pasen. Gewoon wat inspiratie aan jullie geven en misschien dat jullie er wat ideeën van krijgen. Ik ben zelf heel erg fan van een paasbrunch. En ik vind het heel erg leuk om samen met mijn ouders dan vaak gewoon wat lekkere hapjes voor te bereiden. Of de tafel te versieren. En met Pasen zijn er zoveel leuke manieren om de tafel te versieren. Weet je wat? Ik laat gewoon een paar leuke manieren zien die wel. Ik ben mijn favoriete decoratie. Ik vind het echt de schattigste decoratie ever. Het is een soort aarde met grassprietjes in een eitje. En ik vind het zo schattig en lenteachtig staan. Je hoeft het niet alleen als tafeldecoratie te gebruiken. Je kan het wel op tafel neerleggen. Eigenlijk ook op andere plekjes. Ik gebruik hiervoor een geverfd ei. Pastelkleur vind ik het allermooist. Wat grasprietjes en bloemetjes. Wat aarde. En een leeg bakje om straks het ei in te doen. En daar begin ik mee. Ik maak het ei open. Ik probeer om het, zeg maar, het onderkapje groot te maken dan het bovenkapje. Dus zeg maar de verhouding dat je 1/3 van het ei eraf haalt. Dit ga ik gebruiken als onderkapje. Hier ga ik het aarde zo meteen in doen. Met overgebleven ei kan je trouwens gewoon een eitje bakken hoor. Dat is gewoon echt super lekker. En de grasprietjes kan ik er dan in prikken. Ik kan er ook wat bloemetjes bij doen. En voor de versiering vind ik zelf altijd heel erg leuk zo'n satéprikker met zo'n vlaggetje. Dan kan je bijvoorbeeld de naam van iemand erop zetten. Dat vind ik zo schattig staan. En ja, dit is het eigenlijk. Dit is echt een hele simpele do-it-yourself. Ik vind het zo lief. En echt heel erg leuk als decoratie voor op tafel. Dan kan je zo'n eidopje doen. Het hoeft niet alleen op tafel, kan ook ergens anders. Maar ik vind het zo schattig. Dit is nog één do-it-yourself die ik wil delen met jullie. En dat is voor de tafeldekken. En dit is zo'n schattig konijntje als servetje. Oké, je begint met een servet. Maakt niet uit welke kleur. En die vouw je open. Je hebt zeg maar een kant die open kan. En je hebt de kant die niet open kan. Nu ga je de kant die niet open kan dichtvouwen. Vervolgens heb je dan zo'n middenlijn. En allebei de kanten die vouw je naar de middenlijn toe. Het is wel belangrijk dat de kant die niet dicht kan naar elkaar wordt toegevouwen. Heb je voor van een huisje en dan pak je de onderste 2 hoekjes en die vouw je dan naar de middenlijn toe. Nu heb je een ruit. Wat je nu gaat doen is dat je de 2 hoeken van de ruit, die ga je ook weer naar de middenlijn toe vouwen. En nu heb je aan de onderkant een soort flapje, die draai je om. Nu komt het moeilijkste gedeelte, maar als je het eenmaal door hebt is het niet moeilijk. Je hebt 2 kleine driehoekjes aan de onderkant. Je legt je vinger in het midden. En je vouwt ze een beetje dubbel, zodat je het ene driehoekje in het andere driehoekje kan doen. Je hebt een soort van gleufjes in de driehoekjes en die stop je er dan in, zodat die vast blijft zitten. Ruim kan je aan de onderkant erin steken om vast te houden. Je draait hem om en met je vingers kan je het zwetje een beetje opentrekken, zodat je een gezichtje krijgt. Het is het gezichtje van het haasje. En je kan de flapjes aan de bovenkant kan je een beetje uit elkaar trekken, met je duim een beetje frunken, zodat je de oortjes hebt. En het is heel simpel en het is zo schattig en heel erg leuk voor op tafel met die servetten. Het klinkt misschien heel erg kinderachtig, maar vaak is het ook heel leuk om naar de kinderboerderij te gaan. En ik was laatst ook naar de kinderboerderij gegaan. Het was zo onwijs lief, want ik stond daar en toen kwam een heel lief klein meisje naar me toe. En het is een heel erg leuk gesprek over, wat was het ook weer? Dieren voor. Het was zo'n lief meisje. En het is echt heel erg leuk om dan ook bij de geitjes te lopen. En af en toe is het gewoon heel erg leuk om dat soort dingen te doen. Net als af en toe naar de dierentuin gaan. Het klinkt misschien heel erg stom en cliché. Maar het is echt wel heel erg leuk. Mooi, hè? Ja, ik ben Tja. En mama? Oké. Mooi, hè? Ja, ik ben Tja. Ik ben
En daarnaast, ik weet niet of iemand van jullie boerderij Geertje kent. Dat is volgens mij vlakbij Zoetermeer. Ook een hele leuke boerderij. Die is ook open met paas. Ook echt een aanrader om naartoe te gaan. Want je hebt daar zeg maar allemaal hele lieve geitjes. En dan kan je melk kopen. Echt in die babyflesjes. En dat mag je dan aan de geitjes. Geeft echt van het geitenmelk. En dan ga je ze naar ze toe. En van die babyflesjes heb je zo'n hele zachte dop. En het is zo schattig. Want als je naar ze toe komt met die melk. Komen ze allemaal op je af. En dan willen ze allemaal die melk drinken. En het is zo onwijs lief. Het is ook echt heel erg leuk. Als je vandaag in de buurt van Zoetermeer bent. Je hebt niks te doen met Pasen. Ga eens langs boerderij Geertje. Want het is echt, echt, echt een aanrader. Superleuk. Wat ook heel erg leuk is. Ook misschien een beetje cliché. Maar hey. Af en toe houden we er wel van. Is picknicken. Picknicken is ook gewoon iets dat gewoon altijd leuk blijft. Haal een paar leuke mensen bij elkaar. Organiseer met z'n allen een leuke picknick. Eventueel kun je met z'n allen de hapjes verbreiden. Ook weer gezellig. En ja, je kan ook gewoon wat leuke decoratiedingetjes voor de picknick bij elkaar halen. En vervolgens kun je buiten gaan picknicken. Vergeet geen camera mee te nemen, want met picknick kan je vaak hele leuke foto's maken. En ook is het gewoon heel erg leuk om dat als herinnering te hebben. Met paas zijn er vaak ook paasmarkten. En Google even op internet of er paasmarkten bij jou in de buurt zijn. Vaak zijn er ook paasfestivals. Ook heel erg leuk om te kijken of er iets bij jou in de buurt is. En op een paasmarkt, je kan er gewoon rondlopen en kijken of wat leuks is. Je hoeft niet per se iets te kopen. Maar misschien dat je ook wel iets ziet waarvan je denkt, hey, dat is leuk om thuis te doen, do-it-yourself. Of gewoon te versieren voor in je kamer of als cadeautje te doen. Vaak heel erg leuk. Wat vaak ook heel erg leuk is gewoon om een dagretourkaartje te kopen van de NS. En dan ga je gewoon samen met bijvoorbeeld een vriend of vriendin. Ga je dan gewoon de trein in en je kijkt wel waar je belandt. En op die plek. Erin valt. Nou ja, ik ruim zo op. En op die plek kan je dan gewoon een soort toerist uithangen. Zorg wel voor dat je een kaart bij je hebt. Zodat je niet verdwaald raakt. En desnoods Google Maps. Het klinkt misschien heel spontaan. En het is ook echt heel erg spontaan. Maar het is gewoon wel een keer leuk om te doen. Gewoon de toeristen uithangen in eigen land. En vaak ontdek je dan nog hele leuke nieuwe plekken. En nieuwe stadjes. En steden. En stel, je hebt helemaal niks te doen. Dan is er natuurlijk ook helemaal niks mis met een dag in bed liggen. Series, kijken, YouTube filmpjes. Want af en toe mogen we echt gewoon heerlijk chillen in bed. In onze maandelijkse periode hebben we chocola voor de series. Maar met paas kun je ook een paashaas nemen. Hoi, welkom op Fem. Ik ga je vandaag laten zien hoe je eigen quotes. Kus. Is de paashaas toch een soort van gezelschap. En chocola is altijd een goed idee, toch? En er zijn genoeg andere dingen die je kunt doen. En het is puur een beetje ter inspiratie. En laat een reactie beneden achter wat jouw plannen zijn voor Pasen. Of jij nog leuke dingen weet. Ik wens jullie vast fijne paasdagen. Doei! Ik mag aftrappen met deze make-up look. Ik heb een beetje laten inspireren op de pastelkleuren die natuurlijk met Pasen heel erg veel.